We hebben het op dit kanaal vaak over indexfondsen en ETF's en alhoewel ze veel op elkaar lijken, zijn er wel enkele verschillen en ook belangrijke verschillen, ook al zijn die maar heel erg klein. Want ik heb al eerder video's gemaakt specifiek over het indexfonds of een ETF, maar ik merk dat er steeds vragen zijn, ook binnen onze community. Dus dacht ik, laat ik een video maken waarin we juist gaan kijken, producten gaan vergelijken. Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en daaraan samenhangen natuurlijk ook voordelen en nadelen. En aan het einde behandel ik de top 3 van populairste ETF's of indexfondsen binnen onze Discord community. Dus laten we snel beginnen. Zoals gezegd heb ik al eerder video's gemaakt over deze onderwerpen, indexfondsen en ETF's. En ik zal de links daarvan onder deze video plaatsen, zodat je die nog eens rustig kunt bekijken en echt specifiek voor het ene product kunt gaan. Maar ik zal eerst even beginnen met nog kort samen te vatten wat nou een indexfonds en een ETF is. En zoals gezegd beginnen we met het indexfonds. Een indexfonds is een fonds dat, zoals de naam al zegt, een index probeert te volgen. Het heeft een index die volgt bijvoorbeeld de Amerikaanse beurs of bijvoorbeeld de AEX in Amsterdam. En het is dan ook de bedoeling dat dit fonds die beurs zo ver mogelijk probeert na te bouwen eigenlijk. En het volgen houdt dus niet in dat het fonds probeert de beurs te verslaan die het probeert na te bootsen. Nee, het probeert gewoon even goed te presteren als die beurs die het volgt. En dat is juist dan weer belangrijk omdat heel veel beleggers er moeite voor doen om de markt te verslaan op lange termijn. En dat meestal niet lukt. 90-95% van de mensen op lange termijn krijgt de markt niet verslagen. Dus ondanks dat het op korte termijn goed kan gaan, op lange termijn is dat niet zo. Dus kun je dat misschien net zo goed überhaupt de moeite niet insteken en dus gewoon alleen de index blijven volgen. En dus hebben we het over passief beheren. Regels bepalen welke aandelen we kopen en welke misschien weer verkopen of hoeveel het er zijn. Omdat we dus juist dat onderliggende index, die gaan we proberen te volgen. Pak als voorbeeld de Amerikaanse S&P 500. Mocht nou binnenkort Tesla, wat niet gaat lukken, maar 4 kwartalen achter elkaar winst maken. Elk bedrijf heeft dat trouwens. Als je bij de top 500 bedrijven van Amerika hoort, heb je 4 kwartalen achter elkaar winst en ben je beursgenoteerd, dan zou je in de S&P 500 mogen komen. Dat, mocht nou bijvoorbeeld Tesla dat volgend jaar lukken, dan wil dat zeggen dat alle fondsen die de S&P 500 volgen, Tesla ook gaan opnemen in hun portefeuille, in hun indexfonds. Omdat op deze manier dus het fonds de index weer probeert te volgen, omdat er een nieuw aandeel is bijgekomen. En dan zal dan ook vast weer een aandeel uitvallen uit die index. En dus zal het aandeel ook weer uit die fonds verdwijnen. En juist omdat het zo passief beheerd was, zijn vaak de beheerkosten ook heel erg laag. Denk hierbij aan 0,2% per jaar. Dat is heel normaal, ooit zelfs nog lager. Maar in ieder geval lage kosten vergeleken met actief beheer. Dan hebben we ook nog de ETF's. Exchange Traded Funds. En zoals gezegd lijkt dat heel erg op indexfondsen. Ten eerste heeft het in de naam ook weer fonds staan. Alleen dit fonds probeert bijvoorbeeld een index te volgen. Maar het kan ook de hele wereld zijn. Een bepaalde sector. Of zelfs daar nog andere groepen van aandelen. Bijvoorbeeld dividend aandelen of high dividend aandelen. Dat wil dus zeggen dat we niet alleen een index gaan volgen. Bijvoorbeeld de AEX. Maar bijvoorbeeld alle technologiebedrijven op de AEX. In een aparte ETF in dit geval. Of dat we juist de top 10 dividendbedrijven uit Nederland pakken en daar een ETF van maken. Het verschil is dat de samenstelling dus wat anders kan zijn dan bij een indexfonds. Maar het komt wel weer overeen dat het uiteindelijk weer passief beheerd wordt. Als eenmaal de selectie is gemaakt, zijn er gewoon weer regels die eraan voldoen om te bepalen of aandelen er wel of niet in horen. Nu we de indexfonds en de ETF's hebben behandeld, zul je zien dat er best wel veel dingen overeenkomen. Dat het misschien nog wel moeilijk is om te zien wat nou het verschil is. En juist dat wil ik in dit stukje gaan behandelen. We gaan kijken naar de verschillen. En automatisch zullen we dan zien wat de voor- en nadelen zijn van elk van deze producten. Het eerste grote verschil is dat een indexfonds 1 keer per dag verhandeld wordt op de beurs, of in ieder geval tegen 1 koers. Terwijl juist een exchange traded fund, zoals de naam al zegt, het wordt op de exchange, op de beurs verhandeld. Dat wordt de hele dag. Kun je dat kopen en verkopen. En dat hangt dan weer samen met het volgende verschil. En dat is dat een indexfonds altijd gedurende de hele dag een vaste koers heeft. Deze wordt aan het einde van de dag, wanneer de beurs sluit, bepaald. Alle aandelen in die beurs bepalen uiteindelijk de koers van het indexfonds. En dat staat dan de gehele dag, of de volgende dag in ieder geval, vast. Terwijl juist de koers van een ETF de hele dag kan fluctueren. Juist doordat het gekocht wordt, verkocht wordt, kan de prijs fluctueren. En dus heb je een groot verschil dat bij een indexfonds de prijs vaststaat, terwijl bij een ETF kan fluctueren. En daarmee hangt ook weer het derde verschil samen. En dat is dus juist dat je een ETF met een limietorder kunt plaatsen. En dat bij een indexfonds niet kunt doen, omdat daar de prijs niet fluctueert. Die staat gewoon vast.
Daar kun je alleen tegen de market price een market order plaatsen om hem te kopen. Terwijl dus een limit order kun je instellen op het moment dat nu zeg maar een ETF €45 is. Maar jij wil er €44,90 voor betalen. Dan kun je dat instellen als limiet. En zodra die dat bedrag raakt, dan wordt je order gevuld. Het laatste grote verschil hangt samen met de dividenduitbetaling. Een indexfonds zal altijd zijn dividenden die het krijgt vanuit de aandelen die erin zitten herinvesteren, terwijl juist een ETF dit meestal uitkeert. En daarom is het in sommige landen interessanter om een indexfonds te hebben. Kijk bijvoorbeeld naar Amerikanen of maar ook Belgen in dit geval. Daar wordt dividend wat hoger belast als inkomen eigenlijk. Dus een hoog belastingtarief. Dus dat wil je liever voorkomen. Je wilt zorgen dat het geld in het aandeel blijft zitten in plaats van dat het uitgekeerd wordt als dividend. En vaak zul je dan ook zien dat het interessanter is voor die landen, en zullen vast nog wel meer landen zijn, om een indexfonds te kopen. Zoals gezegd is dat hier in Nederland niet het geval. We hebben relatief lage dividendbelastingen die we ooit zelfs nog terug kunnen vragen. En zul je dus zien dat, ik denk in Nederland, ETF's vaak heel erg interessant zijn. Dan krijg je dividend uitbetaald en dan kun je zelf weer kijken wat je ermee doet. Je hebt dan cashflow die je misschien in dezelfde ETF stopt, of misschien juist in een ander aandeel, indexfonds of ETF. En natuurlijk zijn er ook ETF's die het dividend wel automatisch herinvesteren. Het fonds wat het niet doet, bekend fonds, is VWRL, het Vanguard All Worlds Fonds. Er is inmiddels dus een tegenhanger van, VWRA, waarbij de A voor Accumulating staat. En dat betekent dus dat het dividend wat normaal uitgekeerd zou worden, nu automatisch het fonds wordt ingestopt. Dus dat soort ETF's zijn misschien voor Belgen wel zeer aantrekkelijk. Nu we dus deze vergelijking hebben gemaakt, kun je eigenlijk de voor- en nadelen in twee onderwerpen verdelen. Aan de ene kant zijn dat de kosten en aan de andere kant is dat de verhandelbaarheid. Nou, kosten kan te maken hebben überhaupt met de beheerkosten van het fonds op zich. In het geval, zoals gezegd, in België bijvoorbeeld, als daar dividend hoger wordt belast, dan is het misschien interessant om indexfondsen te kiezen boven ETF's. Maar aan de andere kant, een indexfonds is maar één keer per dag te kopen of verkopen, terwijl een ETF de hele dag door gekocht en verkocht kan worden. Dus daar is veel meer fluctuatie. Daar kun je veel sneller inspringen op bepaalde momenten, op kansen, maar ook op bedreigingen bijvoorbeeld, dat je snel kunt verkopen. Dus daar ben je iets flexibeler in met je aankoop en verkoop. En mocht je nou indexfondsen of ETF's willen kopen, ik zal in ieder geval onder deze video een link plaatsen naar verschillende aanbieders, zoals de Giro, Fladex. Daar kun je in ieder geval al deze fondsen meestal wel kopen. Niet altijd alle fondsen, maar wel veel fondsen zijn daar verkrijgbaar. En dan komen we aan bij het laatste onderwerp van deze video. En dat is een overzicht van de populaire indexfondsen of ETF's binnen onze Discord community. Als je nog niet weet wat het is, we hebben, een link zal trouwens onder deze video plaatsen, een Discord chat. Dus eigenlijk een soort chatroom met verschillende kanalen, verschillende onderwerpen. Met middels meer dan 500 mensen praten over allemaal onderwerpen zoals investeren, beleggen, passief inkomen, persoonlijke financiën, noem het allemaal op. Zeker de moeite waard, het is gratis, dus ga zeker daar kijken. Je zult er altijd wel iets van leren. En misschien kun je andere mensen nog iets leren. Maar in ieder geval, we hebben het daar dus ook onder andere over ETF's of indexfondsen. Nou, wat zijn nou de drie populairste fondsen binnen onze Discord chat? Dan beginnen we natuurlijk met VWRL, de ETF van Vanguard, de Vanguard All World Fonds, met 0,25% kosten per jaar. En ik denk dat iedereen die onze Discord chat weet, of iedereen die überhaupt het kanaal al een tijdje volgt, weet gewoon dat dit een heel erg populair fonds is, zeker in Nederland dus. Zoals gezegd, is een ETF, dus misschien voor Belgen wat minder interessant, maar omdat het dividend nog uitkeert. Ik denk ook dat deze ETF de populairste is binnen onze community. Er zijn zelfs mensen die 100% in dit fonds zitten. Ik zal geen namen noemen, Daan. Maar in ieder geval, ja, dat is echt een vorm van hoe je eigenlijk zou moeten beleggen als passief belegger zijnde. Je kiest één fonds uit, in dit geval de All World Fonds, dus de gehele wereld. En je doet gewoon alleen dat fonds. Het valt ook nog eens binnen de kernselectie van de Giro, waardoor je het, als je aan de voorwaarden voldoet, gratis kunt kopen en verkopen elke maand. En op deze manier heb je eigenlijk enorme spreiding. Er zitten bijna 3000 bedrijven in. Zoals gezegd, wereldwijd verspreid, waarbij ongeveer 65% Amerikaans is. Nou, dat is ook gewoon hoe de wereldwijde economie verdeeld is. Amerika heeft gewoon het grootste gedeelte. Dus eigenlijk heb je, ja, optimaal gespreid over de hele wereld. En zoals gezegd zijn de beheerkosten met 0,25% per jaar sowieso al laag. En omdat het bij de Giro in de kernselectie valt, kun je het, zoals gezegd, gratis aan- en verkopen als je aan die voorwaarden voldoet. Dat zorgt er in ieder geval voor dat de kosten nog heel erg laag zijn. Terwijl je gewoon eigenlijk de wereldwijde economie volgt en dus zeg maar 7% per jaar gemiddeld rendement maakt. Nou, mooi rendement, lage kosten, enorme spreiding. Dat maakt eigenlijk waarom dit fonds zo populair is. Het tweede fonds is wederom een ETF en dat is VUSA, Vanguard S&P 500 Fonds. Dus eigenlijk, zoals gezegd,
De Amerikaanse beurs van 500 grootste bedrijven wordt hierin nagebootst eigenlijk. Deze ETF is dus 100% op Amerika gericht, omdat het dus Amerikaanse beurs is. Dus vaak pak ik hem samen. Ik heb bijvoorbeeld ook VWRL en ik heb ook FUSA. Nou, in principe zou je wel eens doen dat je verhouding zo is als de wereldwijde economie. Dus groot gedeelte in Amerika, maar niet alles. Nou, dat is een beetje moeilijker met deze, omdat je juist als je deze pakt naast VWRL, je dus nog meer in Amerika gaat zitten, omdat je al 65% had en er nu dus een fonds bij komt wat 100% in Amerika zit. Maar ik denk ook wel dat daar de meeste groei zit. Veel grote bedrijven zijn daar gevestigd en dit volgt dus die 500 grootste bedrijven van Amerika. Het voordeel van deze ETF dan weer is dat hij nog lagere kosten heeft met 0,07% per jaar. En dat samen dat hij ook in de kernselectie valt, zorgt er gewoon voor dat de nog lagere kosten, vaak goed rendement en een redelijk goede spreiding, al is het wel over alleen Amerika, maar binnen Amerika heb je nog genoeg bedrijven waarover je investeert. Dus dat is dan ook mijn tweede keuze en dus voor veel mensen op onze Discord chat ook een tweede keus. En dan komen we aan bij het laatste en dat is een indexfonds van Northern Trust, ook een wereldwijde fonds met tickersymbool NTWCEAE. Dit is een Nederlands fonds wat vaak via de banken, bijvoorbeeld via ABN, gekocht kan worden. Of verkocht natuurlijk. En het is dus zoals de naam zegt ook weer wereldwijde spreiding. Dit fonds, indexfonds, heeft 0,15% kosten per jaar. Dus ook nog steeds laag, maar niet zo laag als bijvoorbeeld de FUSA die we net hebben besproken in het tweede voorbeeld. Maar nog zeker een goede optie. Zeker wanneer je dus te maken hebt bijvoorbeeld met dividend of dat soort dingen. Dan kan het zomaar interessant zijn om dit fonds met een ander fonds samen te pakken. Hangt een beetje af bij welke broker je zit, waar je woont. En misschien wel een beetje wat je visie is, maar dat is natuurlijk altijd het geval. Elke persoon heeft andere voorkeuren of dingen die hij denkt dat beter bij hem passen. Maar dit waren gewoon denk ik de drie populairste fondsen binnen onze Discord chat. Sowieso de eerste twee zie je heel vaak genoemd worden omdat mensen hem ook echt hebben. Terwijl vaak als alternatief juist dat indexfonds van Northern Trust genoemd wordt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Vond je nou een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder? Geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval weten wat je dan minder vond. Dat ik dat kan verbeteren in de volgende video. Als je nog steeds zit te kijken is het dus waarschijnlijk een interessante video geweest. Zoals gezegd maak ik elke week twee video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Klik hieronder op abonneren, klik op het belicoontje, dat je weer een melding krijgt dat je nooit meer een video mist. En als je nog vragen hebt of opmerkingen, laat je in ieder geval achter onder deze video. Daar vind je trouwens ook links naar alle aanbieders die ik in deze video heb genoemd, alle onderwerpen die ik heb besproken, maar ook naar onze Discord chat. En ook daar kun je dus zoals gezegd naartoe komen met meer dan 500 mensen praten over dit soort onderwerpen. Dus je kunt altijd mensen helpen of mensen helpen jou maar al te graag. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.